3 februari heb je een proefles voor mannen. Waarom heb je die les in het leven geroepen? Omdat ik graag meer begrip wil hebben voor ballet, sowieso voor jongens en mannen. Vaak hebben mensen een erg groot vooroordeel dat ballet alleen maar voor meisjes is, jonge meisjes. Ik heb ook ballet voor dames. Mijn oudste leerling is 94. Ook zij zei tegen mij van ja, als ik tegen mensen zeg van ik zit op ballet, dan zeggen ze, huh, jij nog ballet? Nou, ballet is voor iedereen. Net zoals eigenlijk alle sporten en elke vorm van kunst en cultuur en sportbeleving voor alle leeftijden is. Alleen, je past het aan de leeftijd. Anton, jij hebt ook op ballet gezeten. Jij bent een jongen, een man in dit geval. Hoe was het toen jij op ballet zat? Ja, er werden wel eens opmerkingen gemaakt dat is toch niet voor jongens. Maar ik had er eigenlijk niet zo'n last van, want ik had zoiets van ja, ik vind het gewoon leuk om te doen, dus dan doe ik dat. Fien, jij zit op ballet en waarom zit jij op ballet? Ik vind dansen heel leuk en ik zag dat mijn zusje daar zo leuk had, dus toen wou ik ook op ballet. Ja, nou zitten jouw neefjes en nichtjes hier ook op ballet. Hè? Ik heb het een beetje in de familie. Ervaren zij negatieve verhalen van vriendjes of vriendinnetjes of van mensen van buiten? Ja, ook wel af en toe opmerkingen. En ik had van mijn neefje ook gehoord dat hij eigenlijk wilde stoppen. Omdat ze op school zeiden van ja, dat is niet voor jongens. En toen heeft mijn zus met hem daarover gepraat. En ook gezegd van ja, als je iets leuk vindt om te doen, dan is de mening van anderen minder belangrijk. En toen is hij toch doorgegaan. Ja, er wordt altijd nog lacherig over gedaan. Er is een vooroordeel van alle jongens op ballet zijn homofiel. Nou, ook al zou het zo zijn, het zou geen issue zijn. Maar het is niet zo. In de sport zijn het, en ballet is een sport en een kunst, beide. Hè. Je wil iets moois laten zien, dat is de kunstvorm. Het is eigenlijk een hele moeilijke sport. Ja, eigenlijk, het is meer als een sport. Hè? Je gaat de weg er naartoe is een training. Je moet je hele lichaam beheersen. En je moet tot letterlijk in de puntjes van je tenen en tot van je kruintjes, je vingertoppen en de puntjes van je tenen moet je weten wat je doet en wat je gaat doen. Ook omdat je moet anticiperen wat er om je heen gebeurt. Of als je samen moet dansen met een danser of danseres, hè, moet je samen op elkaar inspelen. Net zoals je ook bij sport op elkaar moet inspelen en reageren op wat er om je heen gebeurt. Balletschool Dimfy en 4122 dagen alle jongens en mannen in Os uit om komende zondag mee te doen met de proefles voor mannen en ervaar zelf wat ballet inhoudt. Meld je aan via je onderstaand e-mailadres.